Dankjewel, Kees. Ik zeg er maar meteen bij, de tempel hoort niet in het rijtje. Want er is geen tent. Nou wordt het natuurlijk nog raadselachtiger, hè? Zeven tenten, ja, op een gegeven ogenblik ben je met zo'n thema bezig. Het begon inderdaad met de tabernakel. En dan ga je erop doorstuderen, op die hele gedachte. Maar de kerngedachte is dat wat broeder Kees de Vreugd al net in zijn gebed gezegd heeft. Namelijk, God wil wonen bij de mensen. En dat klinkt misschien intussen zo vertrouwd en vanzelfsprekend dat je daar niet meer over nadenkt. Maar het is een grootse gedachte. En dan niet zozeer God wil wonen bij individuen, want in het boek Genesis lees je nooit dat God wilde wonen bij Noach of bij Abraham, Isaac, Jacob. Dat die idee van het wonen komt pas aan de orde in het boek Exodus, als uit die aartsvader zich een volk heeft ontwikkeld, het volk Israël. Het wonen van God veronderstelt een volk, verlost uit Egypte, dat bij de berg Sinaï is aangekomen. En dan lees je in Exodus 25, nadat God zich al geuit heeft in de 10 geboden, en Mozes dan de berg opklimt voor zijn eerste ontmoeting met de Heere, dan is het heel bijzonder dat het allereerste waar de Heere over spreekt, dit is. In Exodus 25, de eerste 5 versen. Ik laat de Israëlieten voor mij een woonplaats maken, want ik wil in hun midden wonen. En ik noem er meteen een tweede keer bij in Exodus 29, bij de instelling van het dagelijks brandoffer, 's morgens en 's avonds. En die voortdurende lieflijke reuk van het brandoffer, die steeg van het altaar als het ware continu op dag en nacht. Als een basis waarop God bij een zondig volk kon wonen. Want ook dat zegt hij daar. Daardoor, door dat offer, kan ik in jullie midden wonen. Een heel bijzondere gedachte. Maar de tabernakel is niet eens de eerste van de zeven tenten. Ik zeg u er meteen bij, voor alle eerlijkheid, van die zeven tenten zijn er maar twee letterlijke tenten. En de rest zijn figuurlijke tenten. Maar alle zeven keren wordt daar dat woord ohel, het Hebreeuwse woord voor tent, gebruikt. En nog één moeilijk woord erbij en dan houden we verder op over al die taalkundige dingen. Nee, straks komt er nog iets. Maar het Griekse woord is skene. En dat heb ik straks wel even nodig. Ons Nederlandse woord scène is daarvan afgeleid. Scène, zoals een tafereel op in een toneelstuk. Maar de oorspronkelijke betekenis is ook in het Grieks tent. Nee, de eerste tent, die ga ik u voorlezen uit Jesaja 40. En dat is dus een figuurlijke tent. Maar hij is heel goed om mee te beginnen. God troont boven de schijf van de aarde. Haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij spreidt de hemel uit als een doek. Spant hem uit als een tent om in te wonen. Ik had eigenlijk me voorbereid om te zeggen dat drie van die zeven tenten ik u zo zou kunnen aanwijzen. Maar helaas, we zitten niet meer in die andere zaal waar u op de achtergrond dat fantastische tafereel hebt uit het hedendaagse Jeruzalem. Dus ik kan u er vandaag maar twee aanwijzen. De ene, daar hoeft u voor mij even uit het raam te kijken. En dan ziet u die prachtige blauwe hemel als een tent gespannen over de aarde. En dat is eigenlijk de gedachte in de Bijbel. De Bijbel houdt zich niet bezig met letterlijke astronomie. De gedachte is precies zoals we dat thuis buiten waarnemen. Die hemel is als een tent uitgespannen over de aarde. Want daarmee wordt een moeilijke vraag aan de orde gesteld. Waar woont God nu precies? En die moeilijkheid zit hem in het feit dat het woord hemel, shamayim in het Hebreeuws, wel drie verschillende betekenissen kan hebben. Dat zie je al in Genesis 1. Maar een van die betekenissen is heel bekend. Dat is wat Salomo zegt bij de inwijding van de tempel. Zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten. Dat is de hemel die wij associëren met God als zijn woonplaats. Psalm 115 zegt, God woont in de hemel en de aarde is aan de mensenkinderen gegeven. Dat is de hemel waar we bij denken als het gaat om
De heer Jezus die bijvoorbeeld zijn plaats heeft ingenomen aan de rechterhand van God in de hemel, lezen we in het Nieuwe Testament. Maar hemel betekent ook, en dat begint al in die uitdrukking hemel en aarde, het geheel van de kosmos, het geheel van de zichtbare schepping. Ik kreeg vandaag nog een vraag via de e-mail, en misschien kijkt die persoon wel op dit moment of later. Waar zullen de gelovigen nou wonen, straks in de eeuwige toestand, in de hemel of op de aarde? En ik denk dat hemel en aarde dan in die vernieuwde vorm hetzelfde zijn als in Genesis 1, maar dan vernieuwd. Hemel en aarde is de kosmos. En of er dan veel verschil zal zijn tussen hemel en aarde binnen die kosmos waar de gelovigen zullen wonen, daar zou je een vraagteken achter kunnen plaatsen. En zo is het hier ook. De hemel is hier wat de Engelsen zo mooi noemen the sky. Het zwerk. Kent u dat oude Nederlandse woord nog? En dat is dat je nu mooi ziet. Ja, het is nog aardig blauw, een beetje betrekt hier, een beetje grijzer, maar de blauwe hemel. En dat is een soort tent, waardoor God niet woont in de hemel als die verre plaats boven al het zichtbare, maar een tent waardoor toch God al dichterbij komt. Een tent die hij over de aarde heeft uitgespannen als een woonplaats voor hem. De mensen wonen op de aarde, maar God spant de hemel uit als een tent om in te wonen. God woont daar. En daarmee is hij al dichterbij gekomen, zelfs al in Genesis 1, zelfs al bij de aartsvaders, al is het dan nog geen letterlijke tent op aarde, maar het is toch al een plaats waardoor God in de nabijheid van mensen komt. Prachtige uitdrukking, al is het dan helemaal in Jesaja 40 vers 22. Goed, alle andere zes tenten waar we het over gaan hebben, die zijn in ieder geval verbonden met de aarde. En de eerste, de tweede tot en met de zesde, die zijn verbonden met wat we dan noemen de oude aarde, die nog niet vernieuwd is, nog niet deel heeft aan de nieuwe schepping. En dan inderdaad is die eerste de tabernakel. Ik moet toch nog een beetje taalkundig zijn, merk ik. Tabernakel komt uit het Latijn. Dat komt door de oude Vulgata, de Latijnse Bijbel. En de Statenvertalers hebben dat overgenomen. Waarschijnlijk afgekeken van de Engelsen, die doen dat ook. Luther niet, die had een heel nieuw woord in het Duits bedacht, stiftshütte. Maar tabernakel uit het Latijn betekent tent. Tent. Maar dat levert wel wat ingewikkelds op, want ik ga u een vers lezen uit Exodus 26, vers 7... Dan geeft God via Mozes de opdracht aan het volk: maak banen van geitenhaar voor een tent die over de tabernakel heen komt. 11 van die banen moeten samen dat dekkleed vormen over de tabernakel heen. Ja, hoe kan dat nou zeg? Als tabernakel nou tent betekent, hoe kan je dan een tent over de tabernakel spannen? Ja, maar dan moet u weten, het Hebreeuwse woord voor tabernakel is mishkan. En daar zit het werkwoord in, de stam in shagan of shakan. En dat betekent wonen. Dus mishkan, dat betekent niet tent, maar dat betekent woning, woonplaats. Maar hoe ziet die woonplaats eruit? Een aantal houten schotten, planken, met goud bedekt. En daar overheen komt iets dat inderdaad letterlijk een tent is. Een tent van geitenharen kleden. En daar kwamen nog weer andere kleden overheen. Maar dat begon met deze tent. Een tent is eigenlijk, en nu heb ik het over de hele tabernakel, een tent is eigenlijk, ja, wel een vrij eenvoudige woning. Je kunt nog zulke fantastisch mooie tenten bij de Bedouinen aantreffen, maar het is toch simpel. Niet zo mooi als het huis waarin u woont. Des te bijzonderder is het eigenlijk dat God zegt: ik wil in zo'n eenvoudige tent bij jullie komen wonen. Er zijn mensen die de hele gedachtegang dat straks Israël weer hersteld wordt en dat Christus zal regeren en dat letterlijke, dat vinden ze maar raar van ons, dat we zo denken. Vinden ze primitief, alles moet vergeestelijkt worden, geestelijke tempel. En al die dingen, er is geen ruimte meer voor een letterlijke stad en een letterlijke troon van David en een letterlijke tempel. Maar luister, het begon met God zelf, die zegt: ik wil in een tent bij jullie wonen. In Psalm 78, als hij terugkijkt via de psalmist,
dan geeft hij dat ook aan dat hij zich niet voor geschaamd heeft om in een gewone tent bij hen te wonen. Er is een mooie overlevering in het Jodendom die ik u niet wil onthouden. Normaal is natuurlijk het beeldspraak van het Oude Testament dat Israël de bruid van God is. Niet waar? Op de Sinaï werd het huwelijk voltrokken tussen de Heere God als bruidegom en Israël als bruid. In Jeremia 2 vers 2 lees je over de bruidstijd, die verlovingstijd en die wittebroodsweken zou je kunnen zeggen van God en zijn volk daar bij de Sinaï. In het begin van de woestijnreis. Maar je kunt ook een heel andere beeldspraak je voorstellen. En dan is de dochter, dan is niet Israël een vrouw, maar dan begint het met God die een dochter heeft. En die dochter heet de Torah. Oorspronkelijk had die dochter de naam Chochma, dat betekent wijsheid. Dat vind je al in de apocryfe boeken van het Oude Testament, van de Tenach. Maar je ziet het ook in de Talmud en allerlei Joodse geschriften terugkeren. Die wijsheid waardoor God alles geschapen heeft, zegt Spreuken 8, die is op deze aarde gekomen in een menselijke vorm. Ik zou bijna gezegd hebben geïncarneerd, vlees geworden, in de twee stenen tafelen. En inderdaad vinden we die traditie dat die wijsheid als een dochter bij God in de troon zat. Als wij aan Spreuken 8 denken in het licht van het Nieuwe Testament, dan denken we daar aan de Logos, dan denken we aan de Zoon die bij de Vader was en door wie de Vader alles geschapen heeft. Maar in de Joodse traditie is het een dochter die daar zit. Wijsheid is ook een vrouwelijk woord. Dat is voor ons mannen wel even goed om te weten dat in ongeveer alle talen die je kent wijsheid een vrouwelijk woord is. Die Chochma is een dochter bij God. Even een wilde sprong in mijn denken. Als u wel eens in de Sixtijnse kapel in Rome bent geweest, dan ziet u daar de schepping van Adam geschilderd door Michelangelo. En God strekt zijn hand uit en raakt bijna die hand van Adam aan. En dan mijn vraag, wat doet de linkerarm van God? Nou, dat weten een heleboel mensen al niet. Die linkerarm is geslagen rond de schouders van een jonge vrouw. Nou, ik heb het uitgeprobeerd daar. Ik heb gevraagd aan die gidsen of die weten wie die jonge vrouw is. Nou, een goede Rooms-Katholieke gids zegt dan meteen dat het Maria is, maar dat is helemaal niet in de orde. Het is de Chochma. Het is die dochter bij God door wie hij alle dingen geschapen heeft. En die dochter zendt hij in deze wereld om bij Israël te wonen. Dus nou is de beeldspraak heel anders. Israël is nu de bruidegom en de Torah is de bruid. Maar dit is een vader die er verschrikkelijk veel moeite mee heeft dat zijn dochter het ouderlijk huis gaat verlaten. Vandaag zouden we zeggen, nou dat is wel een beetje onnatuurlijk, je moet zo'n meisje laten gaan. Nee, in deze Joodse overlevering gaat het verhaal zo dat die koning zijn dochter uithuwelijkt aan deze koning Israël, zijn schoonzoon. Maar hij vraagt aan die schoonzoon en aan zijn dochter, zouden jullie voor mij niet een tent kunnen opzetten, waardoor ik altijd in de buurt van mijn dochter ben? Nogmaals, vandaag moet je er gewoon even niet aan denken dat je schoonvader altijd achter je aanreist omdat hij zo graag bij zijn dochter wil zijn. Maar zo moeten we nou even niet denken. Het prachtige van het beeld is dat God een tent is. En die tent heeft u direct met de Torah te maken. Die twee stenen tafelen die zullen bij en later in de ark gelegd worden. God wil bij zijn volk wonen en hij wil bij zijn dochter wonen. Bij de Torah, dat vind ik een schitterende gedachte. Het is maar een overlevering. Ik zei al, je kunt die verhouding tussen God en Israël ook op allerlei andere manieren bekijken. Maar dit is ook een hele mooie gedachte. En het is inderdaad een tent die meereist. Daarvoor is het een tent. Hij moet opgebroken kunnen worden en hij moet meereizen. En u weet in Exodus 40 hoe daar de Shechina, de heerlijkheid van God, neerdaalt op die tempel. En die heerlijkheid, pardon, op de tabernakel. En die heerlijkheid vervult de tabernakel. En dan in Leviticus 1 begint God meteen te spreken. En het eerste waar hij over spreekt is het brandoffer, maar daar gaan we niet over uitweiden. Het bijzondere is, God woont nu te midden van zijn volk. 12 jaar geleden sprak ik op de begrafenis van mijn vader. Ik las het pas weer na in mijn aantekeningen, want ik was toch glad vergeten wat ik het over gehad had. En het ging over Psalm 23, vers 4, hij is bij ons. Vers 6, wij zullen eeuwig bij hem wonen. Maar even waar als het is dat we eeuwig bij hem zullen wonen, is het waar dat hij nu bij ons
wil zijn, zelfs als we door het dal van de doodsschaduw gaan. Precies in het midden van die 55 Hebreeuwse woorden van die psalm staan deze woorden. Want gij zijt bij mij. En dat is een heerlijke gedachte als het moeilijk is in je leven. Als het tegenslagen zijn, als het zwaar is. Dat hij erbij is. Maar ook als het niet zwaar is, hij is altijd bij zijn volk. Het gaf mij ineens nieuw licht over de naam. J-H-W-H. De vier letters waaruit de godsnaam bestaat en die God zelf uitlegt als ik ben. Ik ben. Vroeger gingen wij als theologen daarmee aan de haal, maakten we daar een of andere Griekse beschouwing over het eeuwige zijn van God van. In sommige vertalingen staat ook de eeuwige. Het gaat helemaal niet over het eeuwige zijn van God. Het is niet Grieks, het is Hebreeuws. En Martin Buber in zijn vertaling heeft dat ook heel mooi weergegeven. Hij vertaalt dat ik ben als ich bin da. Ik ben er. Ik ben bij jou. Wat er ook gebeurt. Hij heeft een heel speciale naam voor zijn volk. Als hij bij hen komt wonen, dan zegt hij, ik zal ook altijd bij jullie zijn. Nou, die tweede tijd moest ik wat uitgebreider over spreken. En nou wordt het toch tijd dat we snel overgaan naar die andere tenten. Want de derde tent is ook een letterlijke tent. Dat is een beetje een geheimzinnige toestand. Ik zal het u kort vertellen. U weet dat op een bepaald moment de tabernakel meegenomen is door Hofni en Pinehas in de strijd tegen de Filistijnen. En die hebben die ark veroverd, maar die ark heeft daar zoveel ellende teweeg gebracht dat ze tenslotte die ark weer terugstuurden naar Israël. En toen kwam die ark in het huis van Abinadab. En daar bleef hij 20 jaar. En de rest van de tabernakel, die had ook op allerlei plekken gestaan, maar die belandde uiteindelijk, hoe en waarom weten we niet, in een plaats die heet Gibeon. Dat was nog wel een eindje uit elkaar. En op een bepaald moment heeft David gevoeld, dit gaat niet langer zo. Ik heb een prachtig paleis en waar moet nou de Heere God wonen? En trouwens, die ark zegt, die staat daar in dat huis van die gewone man die er heel goed op gepast heeft, maar dat hoort hij niet. En dan heeft de Heere God hem al duidelijk gemaakt, na die 3 dagen pest, dat de Heere een berg heel speciaal op het oog heeft. De berg Moria. Kijk, die had ik u ook graag willen aanwijzen, want als we hier die mooie achtergrond hadden gehad, waar we in de vorige zalen over waren, dan had ik u dat kunnen aanwijzen. Maar u weet het zo ook wel, want het is de berg waarop de tempel van Salomo later is gebouwd. Maar de Heere God heeft die berg speciaal aan David aangewezen. En David zegt, oké, als die tempel er niet kan zijn, laten we dan in elk geval de ark daar brengen. Want daar draait het om. Dat is het centrum, het allerheiligste van het heiligdom en van de tempel. Nou, hij doet het eerst op de verkeerde manier, op een wagen, maar dan tenslotte op de goede manier, op de schouders van de levieten, brengt hij die tabernakel naar de top van de berg Moria. En dan, dat is de derde tent, dan staat er in 2 Samuel 6 vers 17, de ark van de Heer werd neergezet in de tent die David ervoor had opgericht. En David bracht de Heer brandoffers en vredeoffers. Dat is iets raadselachtigs. Ik heb het pas aan mijn goede vriend, een rabbijn, geschreven, maar die man heeft het zo druk, die heeft nog geen antwoord gestuurd. Want je zou kunnen zeggen, David, waarom haal je nou die hele tabernakel dan niet uit Gibeon hier naartoe? Nou, dat ding met zijn hele voorhof zou een enorme ruimte hebben ingenomen en de tempel moest aangebouwd worden. Dus misschien was het een hele praktische reden dat David zei, laten we nou maar een gewone eenvoudige tent nemen en daar die ark inzetten. Dat zou een verklaring kunnen zijn. In ieder geval was het voor David wel handig. Vanuit de stad Davids, waar hij woonde, was het een heel klein eindje lopen naar de top van de berg Moria. Ik zie die gang helemaal voor mij, want je kunt u bijna nog lopen. Je moet dan wel even dwars door het Davidson Center struinen. Via de trappen kom je dan op het oude tempelplein. Maar dat is ongeveer ook de route die David gevolgd moet zijn. Maar dan staat hij wel over brandoffers en vredeoffers. Maar eigenlijk het brandofferaltaar, zoals God dat in de tabernakel had ingesteld, dat stond in Gibeon. Dus als de jonge koning Salomo de Heere gaat aanroepen aan het begin van zijn koningschap, dan gaat hij naar Gibeon en daar brengt hij heel veel offers. Terwijl daar de ark wel stond. De ark niet stond, maar wel de tabernakel. Dus dat is een beetje een lastig probleem.
Ik heb nog nooit een echt bevredigende verklaring gevonden. Behalve dan die hele pragmatische, dat die ark daar maar moest, die tabernakel maar moest blijven staan totdat de tempel klaar was. Want toen die tempel was gebouwd door Salomo, toen hebben ze ook de hele tabernakel met alle spullen die daarbij hoorden naar die tempel gebracht. Maar daar stond dus een aparte tent. En als Psalm 27 inderdaad letterlijk van David is, en ook trouwens Psalm 23, wat ik straks al noemde, ik zal in het huis des Heeren verkeren. En in Psalm 27, oh, het is heerlijk om één dag om te mogen verkeren in het huis van de Heeren. Elke dag van mijn leven. Alsof hij vanuit zijn drukke werkzaamheden snel eventjes die paar stappen zette naar die tent op de berg Moria om daar bij de ark te zijn. En daar even in het gezelschap van de Heere God te vertoeven. Even weg uit alle drukte. Voor zover de tijd het toeliet. Zo stel ik me dat voor. Het was heel wat anders als je naar Gibeon moest. Dat was een heel eind in die tijd voor een koning met de beperkte reismogelijkheden. Dus dan stel ik me dat voor dat het daarover gaat. Eén dag in het huis des Heeren is beter dan duizendjarig elders. En wat was voor hem het huis des Heeren? Deze tent. Deze hele simpele tent. Die was veel simpeler nog dan die tabernakel. Meer om de ark een dak boven het hoofd te bieden. Meer was het niet. Nu gaan we een hele grote sprong maken naar het Nieuwe Testament. U kent allemaal Johannes 1 vers 14 uit het hoofd. Maar u weet misschien niet allemaal wat een merkwaardig woord daar gebruikt wordt. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enige geborene van een vader vol van genade en waarheid. Wat is het bijzondere hier? Dat woord wonen. Je hebt allerlei woorden in het Grieks voor dat woord wonen. Maar dit is een uniek woord. Het betekent wonen in een tent. Als het niet zo onerbiedig klonk, zou ik kunnen zeggen, het betekent kamperen. Zoals we dat vandaag doen. Een tijdje wonen in een tent. Hij heeft onder ons getabernakeld, zeggen sommige vertalingen die dat toch een beetje tot uitdrukking willen brengen. Dat is heel bijzonder. Het was bijzonder dat de heerlijkheid van God woonde in die tabernakel en later in de tempel van Salomo. Maar hier komt de Shechina in de gestalte van een mens, de mens Jezus Christus, in wie de Logos komt wonen. De Logos krijgt een lichaam van vlees en bloed. En dat lichaam is de tent waarin hij woont. Zo staat het daar. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld. Heeft in een tent te midden van ons gewoond. Wat je zag was die tent van buiten niet per se aantrekkelijk. Jesaja 53 zegt hij had gestalte nog luister dat we hem begeerd zouden hebben. Aan de buitenkant niks bijzonders. Geitenhaar is nou niet bepaald mooi. Er waren nog meer dekvellen overheen. Die waren ook al niet zo verschrikkelijk mooi. Van buiten was het niet zo aantrekkelijk. Maar daarbinnen was de heerlijkheid van God. Dat heeft een heel merkwaardige consequentie. In Johannes 2 staat de Heer Jezus pal naast de tempel die intussen de tempel van Herodes was genoemd. Die had een prachtig versierde. Maar je kunt het nog zo mooi versieren. Die tempel van Herodes was een lege huls. De ark was er niet meer. Die was ooit buitgemaakt en Jeremia zei, ja, die komt ook nooit meer terecht, in Jeremia 3. En de heerlijkheid des Heren was er niet. Toen het voorhangsel scheurde van boven naar beneden, kon iedereen zien dat het een lege huls was. Dat was een van de redenen waarom het scheurde. En dan staat de Heer Jezus daar pal naast. En die zegt, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Nou, iedereen begreep natuurlijk dat hij bedoelde de tempel van Herodes. Maar dat bedoelde hij niet. Johannes ligt er toe en die zegt, nee. Als je zou moeten vragen, waar was de Shechina op dat moment? De heerlijkheid des Heren die woont bij zijn volk. Dan moet je niet naar die tempel van Herodes kijken. Dan moet je kijken naar die man die uiterlijk gedaante nog heerlijkheid had, zegt Jesaja 53. In hem woonde de Shechina. Wat hij zegt is dat zijn lichaam kon worden gebracht in het rijk van de dood, maar dat hij zelf na 3 dagen dat lichaam weer zou laten herrijzen. Dat is wonderbaarlijk. Niet die tempel, maar Jezus.
De tempel was een lege huls. Toen Jezus stierf, werd het aan het licht gebracht. Nou, dat brengt ons tot de vijfde tempel. Dat is ook weer eentje die ik u kan laten zien. Want hier zijn drie mensen, u ziet alleen maar mij. Kees heeft u straks even gezien en daar zit mijn vrouw. Drie mensen, drie gelovige mensen, die ook lichaam hebben dat vergeleken wordt in de Bijbel met een tent. Dat is heel bijzonder. Op twee plaatsen gebeurt dat. Paulus zegt dat in 2 Korinthe 5, vers 1 tot 4. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij van God een woning krijgen, een eeuwige woning, niet door mensenhanden gemaakt, in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. Zolang we in deze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last, enzovoort. En de tweede schriftplaats is 2 Petrus 1, vers 13 tot 14. Petrus zegt, het zal niet meer zo lang duren dat hij de marteldood zal moeten sterven. Het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen. Zolang ik in deze tent verblijf, ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken. En dat is bijzonder. Het lichaam is een tent. In zekere zin kan je dat natuurlijk van elk mens zeggen. Elk mens. Daarvan kun je zeggen dat het lichaam een tent is waarin de menselijke geest, de menselijke ziel woont, of hoe je dat ook wil uitdrukken. Maar hier gaat het erom dat het gelovige mensen zijn in wie dat nieuwe leven gewekt is door de Heilige Geest. En ook de persoon van de Heilige Geest woont in die persoon. Daarom wordt ook op een andere plaats gezegd, 1 Korinthe 6 vers 19, onze lichamen zijn een tempel van de Heilige Geest. Dat is ongeveer diezelfde gedachte. Maar dat woord tent drukt uit hoe broos, hoe breekbaar dat uiterlijke menselijke leven is. Dat lichaam met al zijn gebreken. En dat lichaam dat één keer aan de dood zal worden prijsgegeven als de Heer Jezus voor die tijd die terugkomt. En Paulus schrijft daarover, die de marteldood gestorven is. Petrus schrijft daarover, wie hetzelfde is overkomen. De tent wordt afgebroken. Maar wat erin zit. Wauw, ik had het over 2 Korinthe 5, maar als je één hoofdstuk eerder gaat, dan gebruikt Paulus daar het beeld. Wij dragen deze schat in aardevaten. Daar is het geen tent, maar een aardevat. En ik ben er stellig van overtuigd dat hij daar terugdenkt aan de geschiedenis van Gideon. Die met al die 300 man en elk met zijn eigen aardevat, waarin een fakkel verborgen zat, op de vijand afging. En op een bepaald moment worden al die vaten gebroken, die fakkels komen tevoorschijn en ze beginnen hun strijdkreet aan te heffen. En zo zei Paulus ook, we hebben die heerlijkheid van God in ons wonen. Maar het is al in een aardenvat en dat vat moet verbroken worden om het eruit te krijgen. Die broosheid is niet een soort nadeel, het is nodig om dat licht dat erin zit aan het licht te brengen, zou je kunnen zeggen. Het vat gaat te grond, het wordt verbroken. Zelfs kan dat door de marteldood gebeuren. Maar het licht zal des te heerlijker tevoorschijn komen. Er is vandaag geen plaats op aarde die je kunt aanwijzen, alsof daar de heerlijkheid van God op een bijzondere wijze zou wonen, behalve dan in elke individuele gelovige. En je zou kunnen zeggen, als gelovigen samen zijn, zoals de Heer Jezus dat zegt in Matthäus 18, vers 20. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden. En een joods-christelijke uitlegger, Alfred Edersheim, die heeft dat prachtig uitgelegd. Die zegt, de Heer Jezus doelt hier op een oude joodse traditie. Die joodse traditie vind je ook in de Talmud. Die traditie zegt, die Talmud was toch nog niet geschreven, maar die traditie kan al best bestaan hebben. Die traditie zegt, de Shechina is er niet meer, de tempel is er niet meer. Maar waar twee of drie Joodse mensen samen de Torah bestuderen, samen bidden, samen rechtshandelingen plegen, daar is de Shechina in hun midden. Dat is zo prachtig. En in zekere zin geldt het nog steeds. Maar de Heer Jezus past dat op zichzelf toe. Waar twee of drie mensen samen zijn in mijn naam, om mij te eren, mij te dienen, samen het woord van God te overdenken. Zoals al kunnen we elkaar fysiek hier niet treffen en gaat dat allemaal via de digitale weg. Waar twee of drie samen zijn mijn naam, daar ben ik. Daar is mijn Shechina in hun midden. Prachtig.
Nou, er blijven er nog twee over. En die zesde, nou, daar had ik tot voor kort, terwijl ik het natuurlijk vaak gelezen moet hebben, maar nog nooit bij stilgestaan had, had ik daar nog nooit zo de aandacht op gevestigd. Dat is Jeruzalem in het Messiaanse Rijk. Jeruzalem, zegt u, een hele stad. Wordt die met een tent vergeleken? Jazeker. In Jesaja 33, vers 20. Daar wordt gezegd, met eigen ogen zul je Jeruzalem zien. Een oord waar je ongestoord kunt wonen. Een tent die nooit wordt afgebroken. Waarvan geen tentpin ooit wordt uitgerukt en geen touw wordt losgemaakt. Hier is natuurlijk beeldspraak. De stad wordt vergeleken met een tent, omdat een stad broos is. Hoeveel steden zijn niet in de loop van de eeuwen het verwoest? Denk aan Jeruzalem, dat meermalen verwoest is. Alles is hier vergankelijk. Als een tent. Zo Bedouïne tent als de storm eroverheen gaat, of wat het ook mogen zijn, of het vuur. Maar dit is een tent, zegt de Heere God. De hele stad is een tent waarvan de pinnen nooit meer uit de grond worden gerukt. De touwen worden nooit meer losgemaakt. Het is een onverwoestbare tent. Zolang deze aarde bestaat, dat betekent het woord eeuwig in het Oude Testament eigenlijk. Le olam, tot in eeuwigheid, forever. Dat betekent altijd, zolang deze aarde bestaat, zal Jeruzalem niet meer verwoest worden. Jeruzalem is altijd door in verwarring geweest. En nu weer politiek in verwarring. En pas geleden weer door raketten die erop afgevuurd werden. En de Heer God zegt, er komt een dag dat Jeruzalem, dat als een vergankelijke tempel, als een vergankelijke tent lijkt, dat die tent nooit meer zal worden ontworteld. De pinnen worden niet meer losgemaakt, de touwen worden niet meer losgemaakt. Een tent die voor altijd, zolang de aarde bestaat, vast zal zijn. En tenslotte, de zevende tent. Dat is dat mooie moment dat we lezen in Openbaring 21. Ik geef het hier vrij weer. Gods tent is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal hun God bij, als hun God bij hen zijn. Gods tent is onder de mensen. Dan moet ik er wel bij vertellen, maar ik heb niet zoveel tijd meer die ik daarvoor wil gebruiken. Maar tent zou je ook kunnen opvatten als een hut, een loofhut. Het is ohel in het Hebreeuws of soeka. En soeka kent u beter door het feest van Sukkot, het loofhuttenfeest. Als Petrus zegt op de berg der verheerlijking, laten we hier drie tenten maken, dan heeft hij het niet over tenten van canvas, dat was daar helemaal niet. Dan heeft hij het over loofhutten. Je kon daar zo takken van de bomen trekken en daar loofhutten van maken. En bij Gods tent kun je aan allebei denken. Daar zijn we nog sterker in Openbaring 7. Daar gaat het over de mensen die uit de grote verdrukking komen. Die staan daar te zwaaien met palmtakken. Dat is al een goede aanleiding om aan het loofhuttenfeest te denken. En dan staat er, God zal zijn tent over hen uitbreiden. En één uitleg daarvan die zegt, het is als een geweldige soeka. Zo'n loofhut waarin je je vrienden en kennissen uitnodigt om bij jou op visite te komen. En daar de vruchten van de oogst aanschouwen. En God heeft zo'n grote soeka dat hij al degenen die hem toebehoren daar kan ontvangen. Maar de andere uitleg is dat het hier gaat over zo'n tent, net als die tabernakel. Sommige vertalingen zeggen dat ook in Openbaring 21. De tabernakel Gods is bij de mensen. En dat is die tabernakel als de tent die daar was in de woestijn, waar God woonde te midden van zijn volk. Er komt een moment in die nieuwe schepping, waar zelfs Israël niet meer apart genoemd wordt, ook de gemeente niet meer, waar het alleen nog maar gaat over mensen. De mensen die door alle eeuwen heen God hebben toebehoord. En Gods tent zal bij hen zijn. Niet denk ik zoals het in de woestijn was, waar die tent van God in het midden stond, maar ontoegankelijk. Als je naar binnen ging, dan kon je door de dood getroffen worden. Maar dat Israël, in nummer 3 lees je dat, Israël was keurig volgens de 12 stammen gerangschikt om die tent heen. Dat zou de gedachte hier kunnen zijn. De tent van God staat dus in het midden van al die gezaligde mensen van alle eeuwen.
Maar het kan ook die andere uitleg zijn. Gods soeka is zo groot dat hij al die mensen zal uitnodigen in zijn tent. Geen gevaar meer om door de dood getroffen te worden. Ze zijn allemaal daar bij God te gast in zijn gigantische soeka. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Het eindigt in een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En het maakt denk ik niet veel meer uit of je de gelovigen nou plaatst in die hemel of op de aarde. Ik denk dat het zal zijn als wat Jacob zag. Een ladder tussen de hemel en de aarde, de engelen die opstegen en neerdaalden. Een rechtstreekse verbinding, het is één wereld. Een wereld van God, waarin God woont bij de mensen, zoals hij het altijd bedoeld heeft. Maar door de zondeval en door de verlossing en door de wegen die God gaat met zijn volk, is het allemaal via veel omwegen gegaan, tot uiteindelijk dat grote doel bereikt wordt. De tempel van God, de tent van God is bij de mensen. Van de tempel is niet meer sprake, ook in Nieuw-Jeruzalem niet. God zelf is hun tempel, maar wel de tent. Zoals het allemaal begon bij Israël, met een tent, zo eindigt het bij een tent. Niet meer voor Israël, maar voor alle mensen die hem hebben toebehoord. Wat een geweldig perspectief. Als je die zeven tenten nawandelt, zou je kunnen zeggen, dan is het als één lange route door de hele Bijbel heen. Vanaf het allereerste begin, vanaf de schepping van God die zijn tent uitbreidt over de aarde. Tot tenslotte de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God zegene zijn woord. En ik hoop direct bij u terug te komen voor de vragenbeantwoording. Maar dat gaat Kees naar de toelichting. Daar zijn we weer. En ik heb een mooi aantal vragen. Even kijken. 8 vragen. Dus dan weet u hoe lang het ongeveer gaat duren. De eerste vraag, daar zit al meteen wat verwarring in. Moeten wij de woningen, Grieks oikos, van het Nieuwe Jeruzalem letterlijk opvatten? Of wordt het bedoeld in geestelijke zin dat er voor iedereen bij God een plek is? Ja, het probleem is, ik weet niet van woningen in het Nieuwe Jeruzalem. Bedoelt u niet toevallig de woningen in het Vaderhuis? In Johannes 14, in het huis van mijn vader, zijn vele woningen. En die verwarring is niet zo onbegrijpelijk. Want het huis van mijn vader, daarvan zegt de Heer Jezus al in Johannes 2, dat het eigenlijk de tempel is. En die vele woningen, je vindt dat al bij Salomo, je vindt het nog duidelijker in Ezechiël. Dat zijn de vele priesterwoningen die bij het eigenlijke tempelcomplex horen. En als de Heer Jezus zegt in het huis van mijn vader zijn vele woningen, dan geldt de rest van de vraag, ja, er is inderdaad ruimte voor heel veel mensen die tot geloof kunnen komen en ook zo'n priesterwoning kunnen bekleden. Ik vind het mooie van het vaderhuis Johannes 14, dat door die relatie met de tempel we ook begrijpen in welke kwaliteit we daar worden gezien. Namelijk als priesters, elk in hun eigen woning en die allemaal de Heere God daar tot in eeuwigheid zullen dienen. Ik herinner me nog een preek uit mijn jeugd, hoe ouder ik word, dus te vaker overkomt me dat, waarin de spreker aan de hand van Ezechiël uitlegde dat al die priesterwoningen geen gang hadden. Van de ene woning ging je naar de andere. Je moest dwars door al die woningen heen om bij je eigen woning te komen. En dat leek mij als kind een verschrikkelijke gedachte. Maar hij zei in de toekomst zal het zo zijn dat dat geen enkel probleem meer is. Dan zal de gemeenschap tussen al die mensen zo groot zijn. Ze hebben niet meer behoefte als in een klooster om toch allemaal hun eigen celletje te hebben. Maar de verwarring is dat het Nieuwe Jeruzalem weer wat anders is. Over dat Nieuwe Jeruzalem zijn ook veel verwarringen wat het nou precies is. Mensen denken daarbij aan de hemel als de plaats waar je heen gaat als je sterft. Maar als je goed leest, dan zie je aan het begin van die beschrijving, vanaf hoofdstuk 21 vers 9 in de Openbaring, dat Johannes meegenomen wordt naar een top van een hoge berg en dan moet hij dit zien. Ik zal je laten zien, de bruid van het Lam van God. De bruid. Het Nieuwe Jeruzalem is een stad, maar het is ook een bruid. En dat moet je vergelijken met het grote Babylon in hoofdstuk 17 en 18. Dat is eerst een vrouw in hoofdstuk 17 en hoofdstuk 18 is het een stad. Het zijn twee beelden voor dezelfde zaak. En ik denk dat het daar gaat over de valse kerk en in Openbaring 21 over de ware kerk. Dus het Nieuwe Jeruzalem, dat zijn we zelf. En dan gaat het niet zozeer over woningen, maar in elk geval, in beide gevallen gaat het om beeldspraak. Het gaat om beeldspraak, zowel als het gaat over het vaderhuis met die vele woningen,
als ook het nieuwe Jeruzalem. Wij zijn samen dat nieuwe Jeruzalem, waarin God zelf de tempel zal zijn. Nou, dan moeten we het maar weer laten bij die vraag. De volgende vind ik wel een beetje aardig. Het is mij nog steeds niet duidelijk waar God nu precies woont. In de hemel, maar waar? God is geest. Ik vind het heel erg moeilijk, ook gezien het onmetelijke heelal. Ja, dat kunnen we ons goed voorstellen. Wij kunnen ons helemaal al niet voorstellen hoe de hemel, als de plaats waar God woont, de hemel der hemelen, zoals Salomo zegt, zich verhoudt tot dat onmetelijke heelal. Sommige spotters hebben gezegd bij de hemelvaart van Jezus, zelfs al zou hij met de snelheid van het licht zijn ten hemel gevaren, dan zou hij nu nog steeds niet aan de rand van het heelal zijn uitgekomen. Ja, dat is nou werkelijk onzinnig. Als de hemel iets is dat in de vierde dimensie zich bevindt, dan is de hemel vlakbij. Onmiddellijk om ons heen. Maar in een dimensie die wij zelf niet kunnen waarnemen, maar waar je, als je dat kunt, zomaar binnen kunt stappen. Er staat van de Heer Jezus, een wolk onttrok hem aan hun ogen en toen was hij al aangekomen. Maar toch, het blijft... hij begint te piepen. Maar het blijft een probleem. Salomo zegt al, zelfs de hemel, de hemelen kan u niet bevatten. God is zo groot dat als Jesaja hem waarneemt in Jesaja 6, dan ziet hij de zoom van Gods kleed die vult de tempel. Dus God is zo groot dat de onderrand van zijn kleed al de hele tempel vervult. Nou, dan kun je nagaan hoeveel groter God is dan de hele tempel. Dat is allemaal maar beeldspraak, maar die wel uitdrukt dat God onmetelijk groot is, zodat niets hem kan bevatten. Zelfs als we zeggen God is in de hemel, dan weten we eigenlijk inderdaad precies zoals de vraagsteller zegt nog steeds niet wat we ons daarbij moeten voorstellen. En des te groter is het wonder dat God zegt niet alleen maar ik wil in die tent komen wonen. En hij woonde daar echt. Maar ik wil tussen die twee gouden gerubs wonen op de ark. Een square foot, 30 bij 30 centimeter is dat. Daar kun je natuurlijk helemaal niks meer voorstellen. Dat is het allerheiligste dat hier op aarde ooit bestaan heeft. Als het om de stoffelijke plaatsen gaat. Daar woont hij, zegt het meermalen. God woonde of troonde tussen die gerubs op het verzoendeksel. Het is dus beide waar. Als je als kind aan het strand staat, en dat gebeurt in deze tijd veel, en je laat je emmertje zakken in de zee, dan kun je zeggen, de zee is in jouw emmertje. Maar je kunt ook zeggen, jouw emmertje is in die onmetelijke zee. God komt wonen in dat kleine emmertje dat wij tabernakel noemen. Hij woont op die vierkante voet, daar op die ark des verbonds. De zee is in de emmer. En tegelijkertijd, de zee is onmetelijk veel groter dan de emmer. En toch, zijn aanwezigheid was zo concreet. Het was maar niet beeldspraak. Zijn aanwezigheid was zo concreet dat de Joden, vooral al in de tijd van de Heer Jezus, de gewoonte hadden als hoge priester op grote verzoendag het heiligdom binnenging, dat ze een touw om zijn enkels bonden. Want stel je voor dat de woede van God, de toorn van God hem zou treffen, dan konden ze hem tenminste aan dat touw naar buiten trekken. Want ze mochten daar zelf niet binnen gaan. Nu heeft iemand daar meteen al een vraag bij gesteld. Ja, die pak ik even nu. De tent op de berg Moria was dus eigenlijk het heilige der heiligen. Daar kon David toch niet zomaar binnenlopen. Ja, je zou ook kunnen zeggen dat heilige der heiligen was nog steeds in de tabernakel die in Gibeon stond. Maar dat heilige der heiligen daar was leeg. Mijn probleem begint dus al veel eerder. Hoe konden Hofni en Pinhas zomaar het allerheiligste binnengaan om daar die ark te pakken, om die mee te nemen in de strijd tegen de Filistijnen, zonder dat de heerlijkheid van God hen trof? Ik weet het niet. Het kan zijn dat door de verwording onder het volk, ik zeg nou maar even heel concreet, die heerlijkheid ook sterk in kracht had afgenomen. Ik weet het niet. Zodanig dat ze zomaar naar binnen konden gaan. David was dat ook zo. Maar die tent was dus niet eigenlijk het heilige der heiligen. Dat stond in Gibeon. Maar u hebt gelijk, de ark stond er toch. Kon hij zomaar daar naar binnen gaan om bij de ark te zijn? De mannen van Bet-Semes, als die ark terugkomt uit het land van de Filistijnen, die kijken in die ark en er worden 70 van hen gedood.
Tja, ik weet het niet. Misschien maakt het ook wel heel erg verschil of daar die 70 mannen uit nieuwsgierigheid op een ongeestelijke manier om in nieuwsgierigheid te bevredigen in die ark kijken, of dat de koning van Israël daar in de grootste eerbied aanwezig is om te vertoeven bij de heerlijkheid van God. We weten het niet. Maar het is een goede vraag, want die vraag leeft bij mij ook. En als ik het niet weet, dan zeg ik het heel eerlijk. Dit is een vraag van heel andere orde, maar wel iets wat we aan de orde gesteld hebben. Als Jezus God is, hoe kon hij dan zeggen dat het tijdstip van zijn wederkomst dat bij hem niet bekend was? Het antwoord luidt, de Heer Jezus is waarachtig God en waarachtig mens. Ooit was ik in Salt Lake City in het visitorcentrum van de Mormonen en we hadden daar een gids. Er was een prachtig beeld van de Heer Jezus en zei: wij geloven dat Jezus 50% God is en 50% mens. Oeh, verschrikkelijk, wat een uitspraak. Dus er was geen van beide. Hij was half God en half mens. Nee. We kunnen niet begrijpen, maar hij was 100% God en 100% mens. Maar het betekent wel dat je steeds goed moet nagaan in welke hoedanigheid de Heer Jezus wordt aangesproken. En het boeiende is dat hij soms een goddelijke naam gebruikt, terwijl het toch over zijn menselijkheid gaat. Hij zegt bijvoorbeeld in deze vers in Marcus 13, zelfs de Zoon weet het niet, alleen de Vader die in de hemel is. Nou, de Zoon is nou typisch een aanduiding van zijn goddelijkheid. Maar het is de mens die kan zeggen, ik weet het niet. Zoals de Heer Jezus ook zegt, althans in de Statenvertaling in Johannes 3, de Zoon des mensen die in de hemel is. Op datzelfde moment dat de Heer Jezus met Nicodemus sprak. Want als God is hij alomtegenwoordig, als God was hij in zekere zin nog steeds God de Zoon bij de Vader. Maar het is de Zoon des mensen over wie hij spreekt. Daar kom je nooit uit. Dat is een mysterie dat ons te verstand te boven gaat. En het enige wat je in zo'n geval kan doen is zo dicht mogelijk en zo bijbels mogelijk je erover uitdrukken. En dan zeg je de Heer Jezus is alwetend. Hij wist wat er in de mensen omging. Dat lees je ook meermalen in de evangelie. En sommige dingen wist hij niet. Die liet hij over aan de Vader. Daar zien we zijn menselijke kant. En nergens duidelijker zie je een menselijke kant als wanneer hij op het kruis zegt: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar is de mens die spreekt. Maar die toch tegelijkertijd de Zoon van God is, want je mag die twee nooit scheiden van elkaar. Moeilijke vragen. Wat vindt u van deze? Lieve dokter Ouwendeel, staat in de Bijbel ergens dat men de aarde moet haten? Maar ik vind de schepping zo mooi. Is dat verkeerd? Nee, gelukkig, het staat nergens in de Bijbel dat je de aarde moet haten. Weet je wat je moet haten? De boze wereld. Dat is heel wat anders. De boze wereld, dat is het systeem van Satan en zonde en dood. Daar zijn we van verlost. Je zou kunnen zeggen, zoals de Israëliet dat oude Egypte moest haten, waar ze slaven waren geweest. Zo haten wij de wereld, maar niet de aarde. De aarde, lees maar eens 1 Timotheüs 4, de eerste vier versen. Die dingen van de schepping, die heeft God ons gegeven om van te genieten. En er zijn mensen die proberen ons dat af te pakken, die verbieden om te trouwen, die verbieden bepaalde spijzen. Wel, nee, zegt Paulus, dat zijn zegeningen waar je God voor moet danken. En zeker in deze prachtige dagen waar de schepping op zijn mooist is, althans hier in Nederland, in andere landen is dan weer anders, maar hier is het zo heerlijk om de schepping waar te nemen. We blijven ook mensen van deze aarde, ook al zijn we geschapen voor als hemelburgers. Dus u hoeft zich er absoluut niet voor te schamen. U zou ze eerder moeten schamen als u het niet mooi zou vinden en als u er niet van zou genieten. Want ook blijven wij mensen die God eren blijven als de schepper. De schepper die elk voorjaar weer het wonder van de opstanding aan ons demonstreert als we zien hoe het leven tevoorschijn komt uit alles wat zo doods leek. Elke ochtend kijken wij naar de plantenwereld die we buiten om ons heen geschapen hebben, nou ja, figuurlijk geschapen hebben, om te genieten van deze pracht in de zomer. Nee, er staat nergens dat je de aarde moet haten. Wat je moet haten is alles wat van de zonde is en van de dood is en van de duivel is. Maar niet Gods eigen goede schepping. Is de hemel en aarde nu al één, maar toch nog niet nieuw totdat Jezus terugkomt? Ja, knoop weer aan bij Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Als ik het goed zie, dan betekent dat schiep God alles wat wij nu de kosmos noemen.
Hemel en aarde komt vaak voor, die uitdrukking. Het betekent gewoon het geheel van de geschapen werkelijkheid. Voor de zichtbare geschapen werkelijkheid. Je hebt ook nog de engelen. Dat is de onzichtbare geschapen werkelijkheid. Maar hemel en aarde is gewoon het geheel van de schepping. Deze aarde en die prachtige tent die er overheen gespannen is. Met alle sterren en alle wolken en alle vogels. Prachtig. En dat herinnert mij aan een ander punt. Kunt u nog één keer kort de drie betekenissen van de hemel noemen? Nou, eerlijk gezegd kan ik dat niet, want ik heb het nog niet gedaan. Ik heb er maar twee genoemd, als ik het goed herinnerd heb. Wat ik had willen zeggen is, hemel in vers 1 van Genesis is samen met de aarde het geheel van de kosmos. De geschapen, zichtbare werkelijkheid. Alles wat buiten deze aarde is, maar wel zichtbaar. De tweede betekenis, dat zie je op de tweede scheppingsdag, als God scheiding maakt tussen de wateren boven de aarde en onder de aarde. En dat ene noemt hij uitspansel en dat uitspansel noemt hij hemel. Ja, ik zeg nogmaals, wij hebben daar niet zo'n mooi woord voor. Ja, behalve het woord zwerk, maar dat is zo ouderwets dat veel mensen dat niet meer kennen. Maar dat is wat de Engelsen de sky noemen. Dat is de hemel. We kijken naar de hemel en we zien de vogels van de hemel. Dat zijn niet de vogels die bij God in zijn woonplaats verkeren. Dat zijn de vogels in de lucht. Zo vind je dat ook in moderne vertalingen. De derde betekenis die vind je eigenlijk niet in Genesis 1. Dat is wat we vonden in die uitdrukking die Salomo gebruikt. De hemel der hemelen. Shamayim ha-shamayim. Dat is een aanduiding voor alles wat boven onze zichtbare werkelijkheid uitgaat. En daarmee wordt God geassocieerd. God is in de hemel. En daar staat ook de troon van God. Daarin is de Heer Jezus gegaan toen hij verheerlijkt werd aan Gods rechterhand na zijn hemelvaart. Soms gebruikt Paulus ook het meervoud, hemelen. Ik hoop dat het een beetje duidelijker is daarbij. Ik kom nog even terug op die vorige vraag. Is de hemel en de aarde nu al één? Ja, het is altijd één geweest. In de zin van, het is die ene kosmos. Maar die ene kosmos wordt vernieuwd. Ook best een lastig puntje. Denk maar eens aan onze opstandingslichamen. Zijn onze opstandingslichamen nou heel nieuwe lichamen, als het ware wanneer je uit een kast een nieuw colbertje trekt om aan te trekken? Of is het de vernieuwing van dit lichaam? Dat is een bekend theologisch probleem, je hebt het ook bij de bekering. Is de nieuwe mens nou totaal wat anders? Of is het nog steeds dezelfde Willem Ouweneel, maar dan in een vernieuwde vorm? En het is een beetje van allebei. Het is totaal anders en tegelijkertijd is er continuïteit. En denk ik dat bij de opstanding ook zo is. Het is een nieuw lichaam. Maar tegelijkertijd, Romeinen 11 zegt, Romeinen 9 vers 11 zegt, het is dit lichaam, dit sterfelijk lichaam, dat zal worden opgewekt. Dus er is continuïteit en er is discontinuïteit. Het is totaal nieuw, maar het is tegelijkertijd dit lichaam. En zo stel ik me dat voor, want daar wil ik naartoe, bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is deze wereld, maar totaal vernieuwd. Niet zomaar even een nieuw jasje eroverheen. Niet een beetje opgekalefaterd. Totaal vernieuwd. En toch deze wereld. Nou ja, duidelijker kan ik het niet zeggen. Want het is ook niet duidelijker te maken. Want ook dat hoort tot de vele mysteries des geloofs. En tenslotte een heel andere vraag. In Jeruzalem zijn vele verschillende kerkstromingen, allemaal met hun eigen kerken. Is dat niet vreemd voor de Joden? Nou, in eerste plaats zijn ze er al pakweg 1500 jaar aan gewend, het scheelt. Maar ten tweede, het is oermenselijk. Als je wel eens een tijdje bij de klaagmuur hebt gestaan, bij bepaalde feestdagen, dan zie je alleen al aan de kleding hoeveel verschillende Joodse stromingen er zijn. En sommige van die stromingen zijn ook niet direct zo vriendelijk naar elkaar toe, hoor. Wat dat betreft zijn het net mensen, net als christenen. Gewoon mensen met allemaal hun eigen ideeën, hun eigen opvattingen, hun eigen tradities, hun eigen benadering van het geloof. Je hebt alleen al de Sefardische en de Ashkenazische tradities die al ver uit elkaar gaan. Als je naar de grote synagoge gaat op Shabbatmorgen, in de grote zaal zitten de Ashkenazische Joden en in de zijzaal zitten de Sefardische Joden. Iedereen op zijn wijs, kind ook gij. Ja, zoals met de christenen ook. En dat zal dus voor de Joden helemaal niet zo vreemd zijn. En als ze een beetje de geschiedenis kennen, dan weten ze wel iets van de reformatie.
Maar waarom er nou meteen weer en Lutheranen en Calvinisten en Anglikanen moeten zijn, dat is er niet zo duidelijk. Maar ja, dat is met ons ook niet zo duidelijk als je al die stromingen ziet. En ik heb ook alle Messiasbeleidende Joden in Israël leren kennen. Precies hetzelfde verhaal. In allerlei ik onderscheid minstens 6 stromingen daarbij en dat is waarschijnlijk nog een beetje optimistisch. We zijn mensen en weet u, zolang wij elkaar niet verketteren, in de zin van wij hebben het alleen maar gezien, wij hebben de waarheid in pacht. Of je nou een Jood bent of een Christen bent, zolang je elkaar niet verkettert, met elkaar serieus neemt en de bedoelingen van die anderen serieus neemt, dan kun je nog best discussiëren over wat nou de meest Bijbelse manier is om God te dienen. Maar respect voor een ander, dat is al heel erg belangrijk. Wat dat betreft leven wij toch ook weer in een mooie tijd. Zowel wat de verhouding tussen Joden en Christenen betreft. Je zou kunnen zeggen, hoe erg het ook is, het is aan de Holocaust te danken dat er na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe bezinning op gang is gekomen. In ieder geval is dat daar voor een groot deel aan toe te schrijven. Joden en Christenen wrijven zich de ogen uit en zeggen, wat hebben we elkaar aangedaan al die eeuwen door. En dat heeft aarzelend tot de eerste gesprekken geleid. En nu zijn ze al niet meer zo aarzelend. Gesprekken waarin we elkaar niet alleen maar verketteren, zoals dat gebeurde bij die beruchte discussies tussen rabbijnen en priesters in de middeleeuwen. Nee, waarbij we elkaar serieus nemen en elkaar serieus aanhoren. En dat gebeurt ook onder christenen. Ik was pas in een heel klein dorpje. Ik sprak in het dorpshuis, pal naast de dorpskerk. En ik was een beetje vroeg. Dus ik sprak met de dominee in de dorpskerk en ik sprak in het dorpshuis. En ik vroeg, waar ga jij het over hebben? En hij vroeg aan mij, waar ga jij het over hebben? En we hebben dat met elkaar gedeeld. We hebben elkaar van harte veel zegen toegewenst. En we gingen allebei naar onze ruimte waar 30 mensen mochten samenkomen. En ik ben zo blij. Dat betekent niet dat al die verschillen er niet meer toe doen. Al die verschillen tussen Joden onderling doen er ook nog steeds toe. Daar gaan we nog best eens een robbertje over vechten als we Joden zouden zijn. Maar er zijn andere dingen die veel belangrijker zijn. Dat zijn de dingen die we gemeenschappelijk hebben. Zelfs tussen Joden en Christenen. Zoals mijn goede Joodse vriend in Jeruzalem zegt, Willem, we hebben in ieder geval 2 dingen gemeen met elkaar. De Bijbel en de God van de Bijbel. En ik zei, we hebben nog een 3e ding gemeen. Wat is dat? Ik zei, we geloven allebei in de komst van de Messias. Die zal komen met de wolken des hemels. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En hij zal de troon van David bestijgen en het zal vrede en gerechtigheid zijn in deze wereld. Hij keek me een beetje wantrouwig aan en zei, dan komt hij weer met zijn Jezus. Ik zei, nee, luister goed wat ik zeg. En toen het tot hem doordrong wat ik zei, toen gingen zijn oogjes glimmen. Hij zei, we hebben 3 dingen gemeen. Ik denk, we hebben nog veel meer dingen gemeen, maar op dat moment deed dat even niet de zaak. We hebben ook dat gemeen. We kijken beide uit naar de Messias. We kijken beide uit naar het rijk van vrede en gerechtigheid dat hij zal stichten. Is dat niet geweldig? Dus ja, het is een beetje triest, ja. Dat is waar. Al die verschillende kerken daar. Het is nog veel triester eigenlijk wat ze allemaal aangericht hebben, ook naar de Joden toe. Als we dat eens met elkaar konden gaan beleven, of je nou christenen bent van allerlei verschillende signatuur, of Joden van allerlei verschillende achtergrond. Het uitzien naar de Messias. Die vrede en gerechtigheid zal stichten. Vrede ook tussen christenen onderling. Ook vrede tussen Joden onderling. En vrede tussen Joden en christenen. Door het ene geloof in Yeshua HaMashiach. Nou, ik weet niet of Johanna nog meer vragen heeft gekregen. Ze schudt met van nee, dus dit was het. Dan gaan we het voor vandaag mee doen. Ik zal afsluiten met gebed. En dan zeg jij nog een paar slotwoorden, neem ik aan. Laten we samen danken. Heere God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Jezus Christus, we danken u dat u tussen mensen, bij mensen hebt willen wonen. Dat is een verootmoedigende gedachte. Kleine mensenkinderen, waar u zelf geschapen had. En ook al vielen ze in de zonde, u geeft uw verlangen niet op om bij die mensen te wonen. Zelfs al is het maar in een simpele tent. Heere God, wat is dat heerlijk. Het gaat er niet alleen maar om dat we eens bij u zullen zijn. Maar dat u nu al bij ons bent. Bij ons. Ik kom naar jullie toe. En ik wil bij jullie wonen, in jullie midden. En als jullie het zwaar hebben, ik zal bij jullie zijn.
ik vrees geen kwaad, want gij zijt met mij. Dank u daarvoor. Dank u dat we iets mochten zien daarvan. Hoe u bent, woont in mensen en bij mensen door de eeuwen heen. Vanaf het allereerste begin dat er een volk van God was, tot het einde aan toe, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Geef dat we niet alleen maar proberen, heren, om dit allemaal te snappen, maar vooral ook dat onze harten mogen uitgaan naar dat geweldige moment dat het nieuwe zal aanbreken. Eeuwige vrede, eeuwige gerechtigheid in en door het werk van Jezus Christus. Dank u dat we daar weet van mogen hebben. Laat nog veel meer mensen dat mogen leren kennen. Laat uw evangelie nog machtig mogen uitgaan. We bidden dat u ook veel van onze Joodse vrienden aanraakt met uw Heilige Geest om hun harten in vuur en vlam te zetten voor de komende Messias. Zegen uw volk Israël, dat nu ook weer politiek in een verwarrende tijd zich bevindt. Zegen en bescherm hen ook tegen hun vijanden. Bescherm hen ook tegen zichzelf. Heer, laten de harten gericht worden van hen en van ons allemaal op Jezus, de komende Messias. Dank u voor de overdenking van uw woorden deze avond. Zegen het aan al de harten die het gehoord hebben. En laat uw naam verheerlijkt worden in deze wereld. In de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach. Amen.